Daar ben ik weer met een nieuwe Roeg-vlog. Vandaag zijn we op pad met Bertil. Mooi. Wat een heerlijk zonnige dag. Fantastisch, hè? We zijn op het Heikerveld. Wat gaan we doen vandaag? We gaan eens eventjes kijken hoe ongelooflijk afwisselend dit fantastische terrein is. We zijn hier wel eens eerder geweest natuurlijk. Ja, dat is al heel lang geleden. Maar je kan hier ook wel 10 keer achter elkaar komen. Ja. En elke keer denk je dat je op totaal ander gebied zit. We gaan in ieder geval op zoek naar een onzichtbare springhaan vandaag. Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ja, en genieten van die prachtige heide hier. Prachtig, hè? Ze zijn top in bloei. Oh man, echt schitterend. Er moeten wel leuke opnames worden. Wat heb jij in het vizier? Ik zit in een dilemma. Oh, wat dan? Ja, op het water is van alles te zien. Ja. Ik zie zilverreigers en wat erop. Maar ik wil eigenlijk in die bosjes hiervoor kijken, want daar zit een hele familie grauwe plooier. Ja. Dat vind ik ook altijd wel heel spectaculair. Waar is mijn vinger? Daar zit een zilverreiger. En daar bovenin. Daar. Dat stipje. Papa of mama grauwe plooier. Ik hoor zoveel herrie in die bosjes dat ik denk dat er een familie zit. Maar waar zijn wij nu? Wij zijn aan de rand van het Heikerveld, eigenlijk wat wij Vogelreservaat Diependal noemen. Maar ook wel bekend zijn als het vloeiveld, toch? Ja, dus waar wij nu op kijken is een grote waterpartij. Dat is het vloeiveld of vloeimeer. En er werd vroeger door de aardappelmeelfabriek werd daar vies proceswater geloosd. Ja. Met allemaal rottend materiaal. Ah. En dat stonk als een gek. Maar er kwamen wel heel veel vogels op af. Andere vogels dan nu? Ja, totaal andere vogels. Want ja, dat was gewoon een rottende bende. Ze noemden dit ook het stinkende paradijs. Ja. De vogelaars, hè. Want er kwamen heel veel steltlopers op af. Want al dat rottende aardappelafval, zeg maar, materiaal. Dat gaf heel veel leven aan kleine beestjes en dergelijke. Oh, die dat ja. weer opvraten. En daar kwamen al die vogels op af. Maar die fabriek die is al heel lang niet meer in gebruik. Maar het water wordt nog steeds rondgepompt. Alleen nu is het schoon. En nu is het zo schoon dat er vis in zit. Dus zie je totaal andere vogels. Die steltlopers, de massaliteit is een beetje weg. Maar je ziet nu weer heel veel zilverreigers. Of er komen al regelmatig haalslotters voorbij. Om echt weer op die vis te komen, ja. Futen. Dat soort beestjes. Maar het is nog steeds een vogelparadijs dus. Maar niet meer stinkend. Nou, dat scheelt voor ons. Dat scheelt heel wat. We gaan het hebben over springhanen. En ze springen gewoon naar ons toe. Kijk, er zit er gewoon één op de auto. Man. Wat is dat voor één? Krasser. Een van de meest algemene soorten. Een krasser. Nou, krassen is wat, jongen. De groentezakjes van wel altijd heen. Waar die al niet goed voor zijn? Dat is echt, ja. Want wat doe je nu? Ik haal een springhaan, die ik met heel veel moeite gevangen heb, uit zijn bakje. Om hem eventjes in een ander bakje te doen. Maar als hij dan ontsnapt, dan ben je hem kwijt. Dus alle moeite voor niks. Dus ik doe het even via zo'n groentezakje. Want dit is niet zomaar een springhaan, hè? Dit is een heidezabelspringhaan. Een zeldzaam beestje. Ja, niet op zo'n heideveld. Maar je krijgt ze gewoon heel moeilijk te zien en te pakken. Mm-hmm. Dus ik ben er wel blij mee dat ik eens een keer eentje van dichtbij kan laten zien. Waar is hij nou? Hij zit nu in het zakje. Dus ik kan het bakje er nu uithalen en dan kan ik hem pakken. Pak ik hem nu met je hand? Nee, pak hem even met mijn hand, ja. Dan weet ik tenminste zeker dat het... Ik vind het spannend, de televisie. Dan heb ik hem. En doen we hem even in een petrischaaltje, want dan kun je hem beter filmen en bekijken. Ja! Gelukt! Hoera! We staan hier nu in het veld. Jij hebt je springhaan mee. Ja. En jij zegt dat hier om ons heen duizenden zitten, hè? Ja. Nou, die zitten ze niet. Nee, en je hoort ze ook niet. Nee, je hoort ze niet, want ze zitten buiten de gehoorgrens. Maar als ik mijn beddetector aanzet, die pakt die geluiden, hoge geluiden op en maakt er even wat lager geluid van. Nou, dan weet je niet wat je hoort. Niet normaal. Al dat geluid, dat zijn allemaal individuele mannetjes van de heidezabelspringhaan. Spannend of dit gaat lukken. Want we willen heel graag een shot zonder petrischaaltje. Dus Bertil gaat nu kijken of die springhaan een beetje stil wil blijven zitten. Waar pak je zo'n springhaan dan vast? Ik pak ze even van de zijkant. Niet bij één poot, want die willen ze nog wel eens loslaten. Oh ja.
Nu heb ik ze bij 2. Bij de aanhechting van de achterpoten. Het is redelijk veilig. Ik zet hem hier even neer. En weg. Hij zit daar. Nou, deze heb jij heel goed gevangen, Bertil. Ze werken aardig mee, hè? Heel erg. Ze blijft gewoon stil zitten. Nou ja, ik moet zeggen, schept ook wel een band, hoor. Als je voor zo'n beestje moet zorgen. Ja. Want wat voel je zo'n beestje dan? Waar ze van houden. Dus hier in de hei leven ze vooral van jonge pijpenstro spitjes. Nou, en ik heb ze extra verwend door ook een paar sprietjes uit mijn eigen gazonnetje erbij te leggen. Ah, kijk. Dus, we gaan zo rijden. Dus alternatief safarivervoer. Ja, want jullie zijn net komen lopen. Nu toch wel een beetje moe natuurlijk na al die opnames. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat. Ik doe even de deur dicht. Ik ga even filmen hoe je wegrijdt. Hou je goed vast, hè? Het hoppelt wel. Mag ik eruit donderen? Nou, Bertil, dat was prachtig. Het Heikerveld. Mooi, hè? Het zit er alweer op. We gaan nog naar jouw quizvraag. Eerst nog even naar het goede antwoord van vorige week. Kees, wat was ook alweer jouw vraag? Van welke vogel was deze veer afkomstig? Ja, en van welke vogel is die? Dat was van de Vlaamse gaai. Gaai tegenwoordig. Ja. Niks meer Vlaams aan. Waarom mag dat eigenlijk niet meer? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zijn mensen die dat zo bedacht hebben. En hoe zien we dat deze van de gaai is? Aan het kleurtje. En dan nu jouw quizvraag. En we staan hier ook te kijken in de verte naar een boomvalk. Die op dit moment daar ergens boven in die eik zit. Ja. En mijn vraag is, wat eet die boomvalk hier in dit gebied? Nou, weet jij het goede antwoord? Laat dat dan hieronder achter in de reacties. Volgende week vertel jij wat die boomvalk eet, hè? Ja. Nou, tot dan. Doeg. Hoi.